We mogen heel dankbaar terugkijken op meer dan een eeuwdekenaat waarin 12 parochies konden bestaan. En daar mogen we toch wel heel blij om zijn. Natuurlijk, de tijd evolueert zeer snel. De mensen en hun dingen soms nog veel sneller. Maar we mogen niet vergeten dat de kerk al 21 eeuwen bezig is met
was als de stem van iemand die langs kwam, even en verdween. Een boodschap. Laat los. Laat goed. Maar dat wil ik graag vandaag met jullie delen, want dat is niet alleen een boodschap voor mij. Het is een boodschap voor ieder van u. Hoe dikwijls moeten we in ons leven dit loslaten? Er is zoveel dat we willen vasthouden. Onze jeugd, onze kring, onze vrienden, onze familie. Zoveel dingen die we in handen willen houden. Maar ze versnappen ons geleidelijk aan allemaal. Tot we uiteindelijk ons leven zelf moeten loslaten. Heel ons leven is loslaten. En die boodschap laat los en laat God kan bevrijdend werken. Maar ik wil ze vandaag ook toepassen op ons allemaal. Laat los onze kleine kerktorenmentaliteit, onze eigen belangetjes. Laat ook los en laat God. Ook in onze kerkwerking naar de toekomst. Ja, laat God aan het werken. Maar daarvoor moeten we op een positieve wijze heel ontvankelijk kunnen staan. Het gaat niet om mij, het gaat niet om u. Het gaat om het woord, het levende woord van de Heer. En we zijn gekomen in een periode waarin het tijd is om klagen en zagen achter ons te laten en samen met positieve ogen naar de toekomst.
zult gij